Dit zijn twee portretten van twee helden van de jaren 60, hebben we ze genoemd. Robert Jan van Grootveld en Simon Vinkenoog, geschilderd door A. Veldhoen, die met beide al heel veel contact had in de jaren 60 zelf. Niet zo lang voor hun dood zijn ze geschilderd en op hun eigen verzoek zijn het naaktportretten geworden, waar ze met hun oude mannenlijven heel erg kwetsbaar, maar ook wel behoorlijk ontroerend geschilderd zijn door Aad Veldhoen. In de jaren 60 bedacht Aad Veldhoen een manier om op een goedkope manier kunst aan de man te brengen. Hij ontwikkelde daar een techniek voor, zogenaamde rotaprenten. En voor drie gulden per stuk werden die verkocht vanaf een bakfiets. Je ziet hem hier Aad Veldhoen samen met Robert Jan van Grootveld. En hier in het hoekje is nog net Simon Carmichael te zien, die de opening van deze straattentoonstelling neemt. Die ernaast hangt, die is, het is een tekening uit 1964. Deze druk die is gemaakt in februari van dit jaar. Toen is Robert Jan van Grootveld overleden en er was geen geld voor de begrafenis. Hij was behoorlijk arm gestorven. Toen heeft drukker Jan de Jong deze print gedrukt. Die werd voor 5 euro per stuk verkocht, onder andere op het Spui. En zo is de begrafenis van Robert Jan van Grootveld betaald. Er hangen hier twee foto's. Eén van de begrafenisstoet van Grootveld. Met de kist op een door hemzelf ontworpen vlot. En zo voer hij door de grachten van Amsterdam op weg naar de begraafplaats. Hij heeft overigens, nadat hij overleden was, heeft hij nog een paar dagen opgebaard gelegen in de kerk van Ruigoort. Ik ben daar nog even gaan kijken s'nachts en heel bijzonder. Daar lag hij ook op zo'n baar eigenlijk van die piepschuim blokken. Simon Vinkenoog die had ook heel erg sterke banden met Ruigoort. Hij trad daar vaak op. En op de tentoonstelling die nu in het tentoonstellingsgebouw te zien is met de portretten van de Vecht, zie je ook op zijn schilderij een brandstapel geschilderd. Dat is omdat hij ooit gezegd heeft van als ik dood ben dan wil ik een Ruigoort op de brandstapel. Nou, dat kon natuurlijk niet. Hij is begraven op Sint-Barbara, maar na zijn dood is er in Ruigoort wel een enorm vreugdevuur gemaakt eigenlijk om zijn leven te vieren. En dat zie je hier op deze foto.